Kijk, het slijk is opgelost. Dan is het paleis nu vast veilig. Nou, maat, in mijn ervaring moeten we nog iets gaan doen. Kijk, kleine blubbermeuk. Wow! Oh. Het is Octopoensie. Muktorok. Waarschuwing. In deze video ga ik iets te vroeg naar een bepaalde plek. Foutje, maar dan weet je het alvast. We zijn eerst bij Rito Village geweest. Daarna gingen we naar de Gorons. Vervolgens naar de Gerudo's. En in de vorige video zijn we bij de Zora's geweest. En vandaag gaan we zien wat we nu moeten doen. Kijk, iedereen is hier vertegenwoordigd. En ze kijken allemaal naar het kasteel. Ik ben zo benieuwd. Als jij ook benieuwd bent naar wat er nu gebeurt, doe een duimpje omhoog. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Ik denk dat we eens even hier naar binnen moeten lopen. Want ik denk dat we met Purah moeten praten om te vertellen waar we allemaal achter zijn gekomen. Of is Purah gewoon hier buiten ergens? Ben je hier? Oh, wat is dit überhaupt? Gekke machine. Ja, ik denk dat ze hierboven staat. Hallo? Ja, kijk, hier is ze. Link, ik heb gehoord wat er gebeurd is. De heftige sneeuwstorm bij de Rito's. De steenbout die de Gorons te grazen heeft genomen. En het slijk dat het water vervuilde bij de Zora's en de Gibdo's. En een zandstorm bij de Gerudo's. En je zegt dat er een gestalte die op Prinses Zelda leek steeds bij aanwezig was. Dat klinkt als een hele uitdaging. Als die figuur die op Prinses Zelda lijkt overal op een of andere manier bij betrokken was, ben ik er zeker van dat er een verband is tussen de vreemde fenomenen en de ontwrichting. En ik heb je ook wat belangrijks te vertellen. Oh, nu gaan we het zien. Nu gaan we het zien. Daar hebben we de rode maan, of de bloedzon, of de bloedmaan. De bloedmaan is het volgens mij weer. Wat gebeurt er allemaal? Jeetje. Dit gaat niet goed, hè? Dit gaat niet goed. Kijk, Purah die schrikt ook een beetje. Die staat ook te kijken van, wow, wat gebeurt hier allemaal? Nou, inderdaad, dit is geen goed teken. Dus kijkt even door de verrekijker. Is dat niet Zelda? Is het Zelda, hè? Ja, kijk. Ja. Ja, maar nee. Nee. Maar ze heeft wel... Oh, ze heeft wel een traan om de nek hangen. Hoogheid. De lucht klaart weer op. Ze keek heel verdrietig. Ja, we moeten echt gaan onderzoeken, denk ik. Wie of wat dat was. Holy moly. We moeten naar Kasteel Hyrule. Link, zag je dat net ook? Dat was Prinses Zelda, toch? Ik wilde je vertellen dat ik bij Kasteel Hyrule een gedaante heb gezien die op Prinses Zelda leek. Ik was ervan overtuigd dat ze al lang was weggevoerd van het kasteel. Maar ze was er dus al die tijd nog. We moeten opschieten en Prinses Zelda redden. Maar de soldaten en ik kunnen haar niet bereiken zolang Kasteel Hyrule in de lucht zweeft. Jij bent waarschijnlijk de enige van ons die daar kan komen. Het spijt me, ik weet dat ik altijd gevaarlijke dingen van je vraag, Link. Maar ik weet niet tot wie ik me anders kan wenden. Pas goed op jezelf en kom veilig terug met de prinses. Wie weet wordt het leven daarna weer een beetje normaal. Het onderzoek in 4 regio's is voltooid. En nu? Moeten we naar Kasteel Hyrule? Ja, Kasteel Hyrule blijft toch altijd gewoon de vetste plek in een Zelda-game. Het is gewoon zo episch. En nu gaan we er eindelijk naartoe. In aflevering 23 van deze serie. Laat even een reactie achter als jij alle video's tot nu toe hebt gezien uit deze serie. Ik ben heel benieuwd wie dat allemaal hebben gedaan. Laat een reactie achter en doe een duimpje omhoog als je dat hebt gedaan. Ik wil het weten. Ik ben zo aan het genieten van deze game. Het is niet normaal. Maar goed. We gaan naar het kasteel. Hé, hey, maat. Even de deur voor me open dan. Ik ga er wel weer omheen, vriend. Zo, hoppakee. We kunnen hier trouwens gewoon naar binnen. Oh my god, we kunnen gewoon naar binnen. Dan ga ik hier gewoon omhoog. Dan hoeven we heel dat end was misschien niet te klimmen, joh. Kijk, hoppakee. Maar hoe komen we daar boven? Dat is de grote vraag. Moeten we hier naartoe? Moeten we eerst hier naar beneden? Hier afdalen? Ga ik dit echt doen? Ga ik dit echt doen? Ga ik echt hierin springen? We hebben wel iets ontdekt. De schacht van Kasteel Hyrule. Oh my god, wat nou als we zeg maar hieronder terecht kunnen komen en dan naar boven kunnen gaan. Dat zou top zijn. Maar eerst maar eens hier naartoe, naar deze boom. Yo, deze muziek is zo episch. Ah, ik ben zo hyped. De Camo Baturus wortel. Ik denk dat ik dat helemaal verkeerd uitsprak, maar dat boeit niet. Kunnen we een klein beetje meer kijken in het Nederrijk? We zijn echt aan deze kant nog helemaal nooit geweest. Waar ga ik helemaal naartoe, jongens? Wow, kijk hoe laag dit is. Dit is niet oké. Hier komt hij dus vandaan. Dit is een of andere grote wortel. Ja, ik wil gewoon kijken wat hier allemaal gaande is. En ik heb geen idee of ik hier verstandig aan doe. Wat is dit voor... Oké, maar ja, deze kennen we op zich wel. Heel even wachten tot hij deze bol laat zien en dan schieten inderdaad. Maar ja, en dan? Nog een paar keer schieten. Ik kan hem niet echt verslaan, denk ik. Ik weet ook echt totaal niet of dit nou de bedoeling is, ja of nee. Ik zal een ijsvrucht op hem schieten. Utskidee. Misschien nog een keer een ijsvrucht erbovenop. Ja. En dan nog een keer schieten. Kijk, nu is hij verslagen. Gebeurt er iets boeiends als ik hem versla? Oh, maar we... Nee, maar we kunnen wel nog verder naar beneden. Maar dit is niet slim. Dit is echt niet slim. Waarom ga ik hier... Oh, wacht. Kijk. Ik denk dat we wel hier naartoe moeten. We moeten verder naar beneden. Moet ik echt hier helemaal langs? Ik denk het wel. Oh my god. Hoe gaan we deze allemaal verslaan? Deze zijn kapot sterk. We moeten denk ik gewoon vluchten. We moeten gewoon gaan rennen. Ik kan deze denk ik allemaal niet makkelijk verslaan. Klim. Klim Link. Daar moet je naartoe. Oh nee. We halen het net niet. Oké. Maakt niet uit. Rustig blijven. Beetje rennen, beetje klimmen. Mijn matties vechten voor mij. Lekker. Oké, en nu weer verder naar boven. Nog verder naar boven. Hierin? Ja? Ik denk echt dat we hier naartoe moeten. Ik denk echt dat we nu de goede kant op gaan. Kijk daar! De ingang, denk ik. Is het een Lynel? No, het is een Lynel. Ik wil niet tegen die Lynel. We gaan sowieso niet vechten tegen die Lynel. En jij mag weg. Jeetje, komt er opeens een elektrische meervluis naar me toe. Ho is. Ik denk niet dat ik hier naartoe had gemoeten. We zijn nu echt op een hele andere plek, denk ik, dan dat waar we moeten zijn. Alhoewel, we zijn wel onder Kasteel Hyrule nog steeds. En het dondert hier allemaal in elkaar, joh. Oh, maar dit is wel vet. Wat is dit? Ik word geraakt door iets. En ik weet niet door wat. Of liep ik door de miasma? Dat laatste zal het wel zijn. Heeft de Lynel me nou gezien? Dude! Hij heeft me gezien. Oké, Riju. Misschien kunnen we... Wat? Hoe raakt hij mij? Schoot hij nou echt gewoon met een boog? Hier, deze voor jou, vriend. Hier, elektrokracht die niet zoveel doet. En we moeten daar naartoe. Kan die stoppen, die Lynel? Alsjeblieft. Oké, ik denk dat we gewoon moeten gaan proberen te vliegen. Let's go. En dan maar een beetje door de miasma heen. Ja, jammer dan. Snel er wel uit. Oké, top. En dan vanaf hier gewoon... Ja, ik wou zeggen rustig klimmen, maar... Ik hoop dat ik dit red. Ik hoop heel erg dat ik dit red, maar ik denk dat ik het misschien net niet red. Alsjeblieft, Link. Alsjeblieft. Haal het. Nee! Freak you, Lynel! Echt! Je dikke hoofd! Ik ga hem nooit kunnen verslaan. Helaas. Deze Lynels zijn niet te doen. Ga weg! Ja, dit dacht ik al. Ik ben hier helemaal niet sterk genoeg voor. Ik denk dat ik vanaf hier beter kan halen trouwens. Screw die Lynel. Echt serieus. Die Lynel die mag echt even... Die mag even weg. Volgens mij heeft hij me nu ook soort van niet gezien. Oh, ofwel. Oké, klim Link. Klim uit de meuk. Ik moet veel te ver springen nu. Nee, oké. Dit gaat hem ook niet worden. Tenzij ik hier soort van kan staan. Eventjes. Op dit randje, hier letterlijk op dit randje. Nee, oké. Nou! Misschien haal ik het. Let's go, Link. Let's go. Oké, we zijn weer een klein stukje verder. Ik zie daar trouwens allemaal van die rotsen die Yunobo kapot kan maken. Doen we hier dan naartoe? Of is dit ook een weg die... hier naartoe had kunnen pakken. Dat is altijd nu de vraag, hè? Ik denk een beetje het laatste. Nee! Ik wil niet weer naar beneden vallen. Nee, precies. Dit was die andere gang inderdaad, waar we eerst vast zaten. Oké, het is duidelijk. We moeten deze kant op langs al deze gekke ijsmonsters weer. Let's go. Nee! Nee. Laat me eruit. Laat me uit de meuk. Potverdorie. Ga weg! We worden echt helemaal kapot gemaakt hier. Freaking vleermuizen. Zout op. Nare beesten. Echt, jongen. Ja, dan kom jij ook nog even met je ijsshit. Ga weg. Oh my god. Er zijn zoveel vleermuizen hier. En ik blijf er maar tegenaan lopen. Ga weg. Serieus. Mensen, help mij. Iemand help mij. Ja, oké. Ja, ik wou nu toch al naar beneden. Jongen. Wat is dit voor een onwijs bizar stuk. Ik blijf ook gewoon rennen. Ik wil niet tegen hun vechten. Ik ga gewoon hier naartoe. Ik ga gewoon hier eraf springen. Ik negeer elke vijand. En we gaan gewoon... Oh. Hier naartoe, wou ik zeggen. Maar er gebeurt iets. En er staat een gekke choo-choo naast mij. Maar de kracht van een wijze kan me hier niet bereiken. Oké. Ik zal dit dus allemaal alleen moeten doen. Ik klim heel eventjes terug als je het niet erg vindt. Ik kan hier dus niet de wijze oproepen allemaal. En wat is dat? Oh, daar zijn die gekke handen weer. Ik weet niet hoe ik dit moet doen. Ik kan via die kant proberen te klimmen, maar... Kan ik hem hier saven? Dat ik dit keer opnieuw kan proberen vanaf hier of zo? Oké, we gaan in ieder geval deze kant op. Let's go. En dan wil ik heel graag dit randje pakken. Ja, dit werkt. Oké. Cool. Dan wil ik hier op. Dan zie ik hier boomstammen. Misschien kunnen we op die boomstam. Zonder dat we dan... Oh nee, dit is ook miasma boomstam. Oké, dat wist ik niet. We kunnen hier naar boven. Langs de zijkant. Kijk, hier. Hier kunnen we naar boven. Oké. Iemand hoort ons wel hierboven. Ik probeer heel rustig te doen. En dan wil ik straks een bompel op die muur schieten hier rechts gelijk. Zodat ik deze vijand daar niet mee hoef te dealen. Oké. Oh my god. Een bompel, let's go. Hieronder gewoon. Hieronder. Dan hopelijk kan ik het door. Oké, dit is gewoon een kist. Weet je, ik pak gewoon casual een kistje. Maakt niet uit. Hier, 10 bombloemen krijgen we ervoor terug. Helemaal goed. Ik ga hier naartoe, ja? Doei. Later. Mazzel. Dit is de kant die ik op moet, hoop ik. Doei. We zijn aangekomen in het vergeten fundament. Oh nee, ik hoor die gekke muziek ook weer. En er zijn ook vijanden hier en dat vind ik helemaal niet cool. Kan jij gewoon even kapot gaan? Ik heb trouwens volgens mij een heel zwak wapen aan. Of bij me. Hier. Misschien kan ik beter dit wapen pakken. Hotseflots. Ik ga jou kapot maken, want jij gaat... Ik ga jou helemaal niet kapot maken, want het kost veel te veel energie en moeite. Ik zie hier allemaal vijanden. Allemaal. En ik heb maar één antwoord. Bombloem. Let's go. Dit is niet te doen. Maar kijk waar we zijn. Dit is waar ik met Zelda was. Helemaal aan het begin van dit avontuur. Dat was in deze hal. Ja, man. Dat was hier. We zijn op diezelfde plek weer aangekomen. Moeten we Zelda gaan zoeken? Want Zelda was hier ergens dus naar beneden gevallen. Misschien moeten we uiteindelijk ook wel zo diep naar beneden. Zodat we daar Zelda weer gaan vinden. Dit zijn diezelfde hallen. Als die we toen hebben bewandeld, samen met Zelda. Holy moly! Ik wou er helemaal niet in staan. Ik wou er doorheen zweven, maar het lukte niet. Ja, hier is het allemaal gebeurd, volg. Op de verzegelplek. En Zelda was hier naar beneden gestort. Oh my god. Dit is het. Dit is de plek waar Zelda naar beneden was gestort. Ja, man. En het is knijtertje diep. Het is niet normaal. Wat is dit? Waar zijn we? Wat is dit voor epische muziek? Ik denk dat ik hier naartoe moet zweven. Deze kant op. Hopelijk belanden we niet weer in de meuk. Kijk, dan kan ik er precies door overheen. Zelda! Ben jij hier? Dit is zo vet gedaan! Dit is... Hoor die muziek. Ik wil gewoon even dit in me opnemen. Eén momentje. Dit is zo cool. Deze game begon zo ontiegelijk vet. En we zijn nu dus precies op dezelfde plek als waar die game begon. Het is bizar. Laten we springen. Waar gaan we naartoe springen? Nog dieper het Nederrijk in. Zelda, ben je hier ergens? Kijk dan, dit is gewoon een kop. Zie die twee ogen en een mond. Oh shit, man. Oké. We moeten waarschijnlijk... Ik wou ik zeggen... Dit weghalen. Deze doornen en zo. Maar er gaat al iets gebeuren. Ja, nee, maar ik... Dit kan niet. Oh, ik hoef niet in mijn eentje te vechten. Gelukkig. Zijn ze hier naartoe gekomen? Tulin! Yo, de echte! Niet eens de geest van Tulin. Ja, ze zijn er allemaal toch. Yunobo. Ja, die is er ook. Oh, dit is zo vet. Ik wou net zeggen, dit kan ik toch niet in mijn eentje. Dit gaat gewoon niet. Link, Oh, gelukkig dat jullie er zijn. Dankjewel, Sidon. En Riju ook, toch? Woe. Gelukkig. Gelukkig. Woe. Alsnog wordt dit een helse klus, denk ik. Dit wordt alsnog echt ontiegelijk moeilijk, want ik heb bijna geen hartjes meer. Ik heb er natuurlijk wel eten hiervoor. Zoals deze, die haalt miasma weg. Dan heb ik in ieder geval weer iets meer. Iets meer leven. Oh, kijk deze. Kijk dit leger. Jongens, ik weet dat jullie me helpen. Maar kom ook een beetje bij me in de buurt dan. Oké, cool. Oké, ze hebben gelukkig niet zoveel klappen nodig. Misschien kan ik ze ook gewoon schieten. Kijk, dit is top. Dit is top. Dit is top. Oké, dit gaat wel lukken dan op deze manier. Ik moet alleen uitkijken, want er is een of andere grote mofootje is achter mij. Daar moet ik voor oppassen. Ah! Die dus. Oké, ik kan beter maar gewoon wegrennen en het met pijlen doen, denk ik. Help me, Sidon! Nee, Sidon! Auw! Sidon! Ik had je hulp nodig, vriend. Ik kwam expres naar je toe. Oké, Yunobo. Help jij? Help jij? Oh my god. Oh my god, dit gaat helemaal fout. Ik kan het beter gewoon zelf doen en hun ding laten doen, geloof ik. Hier zijn heel veel pijlen. Oh, we moeten een beetje zweven. Riju, kan jij me dan helpen? Alsjeblieft. Ik heb een sneller wapen nodig trouwens, want dit is een beetje vervelend. Ik heb dit wapen nodig, dit slagzwaard. Misschien gaat het beter. Oké, Yunobo, je mag... Iemand help me. Iemand. Ja, dankjewel. Met jouw kracht kan ik dit fixen. Als ik tenminste nog een klein beetje weg kan rennen ook. Dan gooi ik hier een pijl en dan bam, lekker. Dit is top. Dit is top. Oké, now we're talking. Jij kan ook eraan, hoppakee. Yunobo, oké, jij dasht weg, dat is helemaal goed. Tulin vliegt een beetje om me heen. Die is me gelukkig ook wel aan het helpen. Oh, wat gebeurt er? Ik overleef het. Ik overleef het nog steeds. Ik overleef het prima. Ik maak ze kapot. Ik heb stress. Dat is ook te merken. Ah, ik ga al deze dingen oppakken. Ik heb het allemaal nodig. Als ik het nu niet nodig heb, dan heb ik het straks nodig. Komt er straks nog een baas of zo? Ik denk het wel. Ik denk dat er straks gewoon nog een baas komt. Als we dit hebben gefixt. Zo, die was wel lekker trouwens. Die was heerlijk. Oh my gosh, het gaat nog steeds door. Gibdo's. Maar die zijn niet zo snel. Alleen die vliegende wel, toch? Oké, Riju, waar ben je? Riju, lekker. Top. Daar ben je. Oké, we gaan dit heel ver laten komen. En dan gaan we ze allemaal... Hoppakee! Oh, dit zijn er niet zo heel veel. Ik dacht dat het er veel waren. Kijk ze achter me aanrennen trouwens, jongens. Ga eens weg. Oké, top. Ga eens weg. Oh, ik schoot mis. Ik schoot mis. Hallo, meneer. Doei, meneer. Oké, wat komt er nu nog op ons af? Ja, oké, deze zijn wel next level lastig, denk ik. Potverdikkie. Oké, Yunobo, dat was lekker. Oh, ik mis. Oké, maar dat maakt niet uit, want ze zijn echt heel traag, deze. Oké, deze zijn niet zo moeilijk. Ik dacht dat ze heel moeilijk waren, maar dat valt echt reuze mee. Zijn er volgens mij nog 2 over? Oh, ik heb nog 5 pijlen, verdorie. Geef me mijn pijlen terug. Eentje is heel hard zijn best aan het doen om achter mij aan te komen. Hé, ga eens even een andere hobby zoeken, joh. Oh, dankjewel, Yunobo. Was dit het? Of komt er nou nog meer? Ik weet het niet, ik heb niet goed opgelet. Kunnen we naar binnen? Nee! Bezeten zonoïde. No! Oh, ik loop echt tegen de zijkant aan. Dat is sowieso niet heel handig. Ja, dan ga je, ik ben ook in één klap dood nu. Hè? Ik heb nog maar 4 hartjes over. Niet! Moet ik dit helemaal opnieuw doen? Dat is een grapje, toch? Maar ik ben dus heel benieuwd wat dit voor gekke baas is. En wat die allemaal voor gekke moves gaat doen. Ik ben wel een beetje bang voor dat hij mij heel hard gaat raken, deze guy. Ik weet ook niet zo goed wat ik tegen hem moet doen. Heeft hij daar... Volgens mij heeft hij rond zijn middel een plek waar ik hem kan raken. Maar dit is niet grappig meer, joh. Het scheelt wel dat volgens mij... De hartjes die ik hier verlies, die komen wel weer gewoon terug. Ik denk dat we de krachten van mijn vrienden allemaal moeten gaan gebruiken. En hem misschien wel tegen de zijkant aan moeten gooien. Oké. Ja, dit had ik kunnen verwachten. Ik had ook gewoon iets beter weg moeten rennen. Ik heb eigenlijk even Yunobo nodig, denk ik. Yunobo! Het is jammer dat je ze niet kan roepen of zo. Oké, en als ik hem nu zo... Ja? Is dit een idee? Nee, dat werkt dus blijkbaar ook niet zo goed. Hoe gaan we dit doen, joh? Moet ik hem elektrocuteren dan? Is dat een idee? Is dat een idee? Zo, ook niet echt, hè? Dit helpt allemaal niet zo. Oké, ik weet niet hoe ik hem moet verslaan. Dus ik ging kijken op YouTube. En ik heb niks gevonden hierover. Helemaal niks. Heb ik iets nieuws ontdekt of zo? Is niemand hier überhaupt geweest? Wat is dit voor iets raars? Waarom kan ik hier helemaal niks over vinden op internet? Oké, ik heb ook dit boek. Hierin staat alles over Tears of the Kingdom. Ik heb hem expres nog geen één keer open gedaan. Maar nu wel. En voor dit moment in de game ben ik naar de verkeerde plek gegaan. Dus ik ga niet spoilen, maar ik moet nog iets anders doen. Tot bij de volgende video. Mazzel.